Inspiratie nodig? Plan een adviesgesprek in. Bij Pronto Wonen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Aangezien de andere uitslagen was deze overwinning zeer welkom. Ja. Ja. Dan even naar jouzelf. Twee doelpunten. En wat voor doelpunten? Neem ons eens mee. Hoe ging het? De eerste was een goed drukmoment van ons. Er zit al goed hoog druk. En uiteindelijk komt die bal gewoon voor mijn voeten. En ik had wel heel erg veel tijd. Dus Seuntje zei ook al van schieten. En ik denk, ik haal gewoon uit. En hij vliegt er lekker in. Ja. En die tweede, je had minder tijd, maar je dacht ook weer gewoon schieten? Ja, als hij zo lekker voor je linkervoet komt, dan moet je schieten. En hij vloog er nu ook, die vloog er ook goed in. Ja, en als je dan twee mooie doelpunten, als je dan de eerste helft vergelijkt, van deze en tegen Roda JC, waar is dat dan het grote verschil? Tegen Den Bosch heel veel moeite, nu ja. Tegen Roda toch onwaarschijnlijk wat makkelijker. Ja, we stonden nu gewoon een stuk beter, we zetten heel hoog druk en het stond gewoon goed. En elke wedstrijd is natuurlijk een wedstrijd op zich, dus je kan niet helemaal vergelijken. Maar ja, we groeien steeds meer naar elkaar toe en het ziet er steeds beter uit. En als je zulke goals scoort en je maakt ook snel die 3-0, dan is het wel heel makkelijk een wedstrijd uit voetballen eigenlijk. Ja, is dan het breekpunt in die tweede helft direct die 3-0? Ja, dat denk ik wel. Ja. Natuurlijk gaan ze met goede moed de tweede helft beginnen. En als je zo snel een goal om je oren krijgt, dat is natuurlijk niet lekker. En dan weet je eigenlijk gewoon dat je hem gewoon volwassen uit moet spelen. En dat hebben we gewoon goed gedaan. Weinig weggegeven en nog een goal erbij gemaakt. Ja, hoe staat op het middenveld? Je staat er met Dekker en Opoku. Voelen jullie elkaar al goed aan? Ja, steeds beter. Rick doet veel voetballende gedoe. Ik en Opoku die proberen onze ruimte te zoeken iets dieper op het veld. En samen met Ralf eigenlijk in de as. En dat gaat steeds beter. We voelen elkaar steeds beter aan, dus dat gaat de goede kant op. Ja. Als je deze wedstrijd moet bekijken, is dit zoals je graag het hele seizoen wil voetballen of kunnen er nog dingen nog beter? Er kunnen altijd dingen beter. Ik denk dat we voor de 1-0 best wel slordig waren misschien op sommige momenten. En dat moet eruit. Maar je kan natuurlijk nooit 90 minuten lang domineren. Maar hier kunnen we zeker op verder, ja.